Een heel belangrijke fase in empirisch onderzoek is de proefopzet. En statistiek zal daar opnieuw een heel belangrijke rol in gaan spelen. Statistiek zal u toelaten om een experiment op die manier op te zetten dat we zoveel mogelijk leren als mogelijk uit de data die we zullen verkrijgen uit het experiment. In ons geval zijn we geïnteresseerd om te kijken of er een therapie met een transplantatie. Mogelijk het microbioom beïnvloedt bij mensen die een hinderlijke zweethuur hebben. Dus we zijn geïnteresseerd in een populatie van mensen met een hinderlijke zweethuur en daar willen we uitspraken over doen aan de hand van ons experiment. In het ideale geval zouden we alle mogelijke mensen uit die populatie kunnen bemonsteren in ons experiment en elk van die mensen een behandeling geven. En dan zouden we zeker zijn of de behandeling werkt of niet. In de praktijk is dat uiteraard niet mogelijk. We kunnen onmogelijk de volledige populatie bemonsteren. We hebben daar onmogelijk, on, onvoldoende financiële middelen voor, onvoldoende tijd, onvoldoende labresources, dus dat kan niet. Bovendien is het ook ethisch niet verantwoord om een nieuwe therapie waarvan je nog niet weet dat die werkt, massaal te gaan toepassen. En tot slot is het ook zo dat we ook geïnteresseerd zijn of dat die therapie zou werken bij mensen die in de toekomst last gaan hebben van een hinderlijke zweetheur. Dus de populatie waarin we geïnteresseerd zijn, die bestaat zelfs nu op dit moment nog niet volledig. De ene mo mogelijkheid om dus iets te gaan zeggen over de therapie is om een steekproef te gaan nemen uit de populatie. Om een aantal mensen te bemonsteren. Uit de populatie en daar een experiment op te gaan doen met onze therapie. Het is uiteraard heel belangrijk dat de mensen in die steekproef representatief zijn voor de populatie. En dat kunnen we gaan doen door te randomiseren, door at random personen uit de, uit de populatie te gaan trekken, zodanig dat ieder persoon uit de populatie eenzelfde kans heeft van voorkomen in ons experiment. En als we dat kunnen garanderen, dan hebben we een steekproef die representatief is. Eens we weten hoe we de mensen gaan selecteren, in ons geval 20 personen die we random nemen uit onze populatie van mensen met de hinderlijke zweetgeur, dan moeten we gaan nadenken hoe we het experiment gaan opzetten. We zouden nu elk van die 20 mensen een microbiommeting kunnen laten ondergaan. Daarna de therapie toepassen, een aantal weken wachten en het microbioom opnieuw gaan meten. En dan kunnen we kijken of die microbioommeting na zes weken verschillend is dan de microbioommeting voor de start van het experiment. En als daar een verschil tussen zit, zou er mogelijk een indicatie kunnen zijn dat we met de therapie het microbioom kunnen beïnvloeden. Zijn we nu wel zo zeker? dat die transplantatie werkt als we daar een verschuiving zouden gaan zien in dat microbioom. Nee. Het zou nu kunnen zijn dat in die zes weken dat microbioom sowieso zou veranderd zijn. Of het zou ook kunnen zijn dat de verandering teweeggebracht is door de antibiotica-behandeling en niet door de transplantatie. Dus daarom is het heel belangrijk om simu simultaan eigenlijk een proef op te zetten waarbij er ook een goede controle is. En dat kunnen we in ons geval gaan doen aan de hand van een placebo-behandeling. Dus we zullen onze twintig personen atrandum verdelen over twee behandelingen. Een groep die zowel de antibiotica-behandeling als de transplantatie krijgt, en een andere groep die enkel maar de antibiotica-behandeling krijgt. En de groepen weten niet welke behandeling ze we hebben gekregen, zodanig dat dat ook geen invloed heeft op hun hygiëne die ze achteraf zullen gaan hebben. Na die zes weken kunnen we dan de relatieve abundantie van Staphylococcus meten in de transplantatiegroep en in de controlegroep. En kunnen we dan gaan kijken of dat, dat verschillend is. Dus hebben de mensen in de transplantatiegroep gemiddeld gezien een grotere abundantie van de goede Staphylococcus bacteria? Dat is de vraag.